Jort, jij bent iemand die zich natuurlijk altijd supergoed voorbereidt op zo'n optreden hier in een talkshow. Dus je hebt alle Oranje Winters gezien. En? Vind je het wat? Ik heb er geen één gezien, maar het is heel gezellig om hier te zijn. Nee, serieus. Maar ik was er. Ja, ik zat in mijn huisje in de duinen. En dat zet ik mijn televisie nooit aan. Ligt dat aan mij? Ja. Lekker. Nee, helemaal gelijk. Ja, in mijn isolement. Met boeken en geen televisie. Maar hoe kijk je naar Rutger? Ik vond Rutger vroeger echt een groot talent. Ja. kijk, er zijn maar weinig mensen die televisiegeschiedenis schrijven met iets waar ze heel goed in zijn, waar ze bijzonder in zijn, waar ze eigenlijk geen tweede van. Dat heeft hij met politieke verslaggeving gewoon gedaan. Ik bedoel, politici nelen op straat op een. En dat was natuurlijk omstreden, maar ja, ik denk altijd. Kijk, het is heel moeilijk om op televisie gewoon een klootzak te zijn. Want net Peter R. de Vries, die kon dat. Sven Kokkelman kan het een beetje, jij kan het. Ik kon het ook wel een beetje soms. Ja. Gewoon even ruzie maken. Ja. En ook een beetje theatraal natuurlijk. Ja, dat kon jij. Maar soms mis ik dat wel, dat je het mag van mij iets harder dan. Ja, maar jij deed het natuurlijk wel in een tijd dat we dat helemaal niet gewend waren. Ja. Iedereen zei nog u en meneer en zo. En jij deed dat gewoon. Ik vond het wel zielig voor die minister toen. Nou, ik niet. Nee. Wie? Ella Vogelaar bedoel je? Ja, voor een beetje. Oh. Ja. Maar... Dat is een gesloten boek, hè, Rutger? Zal ik je een beetje helpen? Nou ja, zijn toch vrienden geworden de afgelopen jaar? Nee, nou ja, gesloten boek, die is overleden. Dus dat vind ik altijd moeilijk om daar nog, nog heel lang over te praten, ja. Maar gesloten boek, je bedoelt de manier van, van in de interview. Nou, wat je bent ik toen iets deed, minder. Ja, wel. Maar ik maak, ik bedoel, ik maak het programma ook nog iedere week de Hofbar. En daar ben ik ook nog wel steeds wel heel fel op de ministers. Dus... Maar toch ben je zo. Is het vaderschap? Is het leeftijd? Wat is het? Wat? Ben je zachter? Ja, dat denk ik wel. Dat je wel ouder wordt. Ja, maar ik ben ook wel wat zachter. Ja. Ja. Dus ik denk soms ook wel van tv-ruzies. Ik kan merk nog wel een paar terugvinden. Nou, ik heb er geen spijt van, maar ik zou het niet precies weer zo doen. En wat is dan iets waarvan je echt denkt, dat zou ik echt niet meer zo doen? Kijk, BN'ers worden altijd als persoon tegen elkaar opgezet. Dat laat ook zelf gebeuren. En dat heeft iets heel sleazy's. Een beetje denk van, ja, moet je dat... Ik heb zo'n enorme clash met Pieter Storms en Nina Brink op televisie gehad. Geen spijt, van ik had ook gelijk. maar waar je mee gezien wordt, word je ook mee bezoedeld. Het gaat ook een beetje aan je kleven op een bepaalde manier. Dus ik ben er niet per se trots op. Mijn ruzietjes met Bram Moskowitz. Ja, ik vind dat eigenlijk niet slim. Maar het is niet... Het is eigenlijk helemaal niet zo persoonlijk, snap je? En het wordt daarna een soort persoonlijk weet. Ja, het gaat helemaal leven op zichzelf. En dat is het enge daar natuurlijk. Ja, maar ik mis het soms ook wat op televisie. Ja, uiteindelijk zijn dat wel de momenten niet zozeer voor mij persoonlijk. Maar dat zijn wel de momenten die televisie maken. Kijk, je doet een talkshow, maar bedoel, waar is Eva op doorgebroken als grote talkshow-host? De boobies. Is toch op rare momentjes die je ook nooit kan scripten. Ja. En dat kan de een wel en dat moet je toelaten.